is Rotterdam onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Op zaterdag 16 november wordt de Zuiderparkwegtunnel onder de A15 geopend. Het is een nieuwe verbinding voor fiets- en autoverkeer tussen Roon en Rotterdam-Charloos en zorgt voor een betere bereikbaarheid tussen Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. Met deze nieuwe verbinding sluit de Hulweg vanaf 18 november voorgoed voor autoverkeer. De Hulweg maakt plaats voor de Blauwe Verbinding, een waterverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam. Voetgangers en fietsers kunnen de Hulweg wel blijven gebruiken nadat de waterverbinding is gerealiseerd. We staan nu bij het Vrijenburg Viaduct. Dat is de bestaande verbinding tussen Albrandswaard en Rotterdam-Zuid. Zodra de nieuwe verlengde Zuiderparkweg open gaat op 16 november, dan gaat het Vrijenburg Viaduct op 18 november eruit voor al het verkeer. Gedurende 6 maanden. Vanaf 15 november begint het koopseizoen. In de binnenstad van Rotterdam worden dan geen grote wegwerkzaamheden uitgevoerd. En dat is goed nieuws voor de ondernemers in de binnenstad. Het koopseizoen begint eigenlijk met de intocht van Sinterklaas. Dat is het moment dat iedereen zin heeft om cadeautjes te gaan kopen. En begint te kriebelen voor een nieuwe outfit, noem het maar op. Gezellig de stad in gaan, met elkaar gaan eten. Dat is belangrijk voor de ondernemers, omdat de bezoekers gastvrij willen ontvangen. Dus dat ze zonder files en oponthoud lekker makkelijk en snel naar het centrum van Rotterdam toe kunnen komen. In Rotterdam-Noord is de West-Blijdorp-brug bij het Kleinpolderplein tot en met 25 november afgesloten voor groot onderhoud. Verkeer dat vanuit Gouda of Hoek van Holland richting Blijdorp wil, wordt vanaf de A20 omgeleid. Afslaan kan via de afslag 12 bij Spaanse Polder en afslag 14 bij het Schieplein. Deze omleidingen staan vanaf de A20 aangegeven. Het fietsverkeer op de West-Blijdorp-brug wordt omgeleid via de naastgelegen Oost-Blijdorp-brug. Bij het metrostation van Rotterdam-Alexander wordt gewerkt aan het spoor en het oversteekpad voor fietsers en voetgangers. Voor metroreizigers die met lijn A van en naar Binnenhof reizen, betekent dit 's avonds na 10 uur een extra overstap op Kralingse Zoom of Gaskruid. Bij de stations Prinsenlaan, Oosterflank en Alexander wordt via hetzelfde spoor in 2 richtingen gereden. Let voor het instappen dus goed op de bestemming van de metro. Tussen Kralingse Zoom en Gaskruid rijdt minder vaak een metro, namelijk elke 15 minuten in plaats van elke 7,5 minuut. In Rotterdam-Zuid wordt gewerkt aan de Spinozaweg. Vanaf de Slingen tot aan de Victor Hugoweg is de Spinozaweg in 1 richting afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Dordtse Straatweg, de Vinkenbaan en de Vaanweg. De werkzaamheden duren tot begin december. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.